gaan sprinten! Bram! Bram Krikke, Stefan de Vries en Peter de Lumberjack Aerts. In de ultieme titanenstrijd. Hart tegen hart. Bram, a.k.a. de man van elastiek. Tegen Stefan de Vries, a.k.a. die gast in dat gele shirt. Dit is Bram versus Stefan. Welkom bij Bram versus Stefan. Het staat uiteraard 2-0 voor mij. En dit is aflevering 3. Ik ben heel erg benieuwd wat ons te wachten staat. Wat de challenge precies wordt, dat weten we nog niet. We staan in ieder geval voor de Jumbo in Lienden. En laten we ook even onze scheidsrechter er weer bij halen. De yes. One and only. Niemand minder dan Peter de Lumberjack Aerts. Lumberjack. Heer, dit doe je niet alleen. Het team van Jumbo gaat jullie versterken. Hoe jullie het indelen zal bepalend zijn voor de winst. Zijn jullie klaar om jullie team te ontmoeten? Altijd. Altijd. Kom maar. Dit zijn jullie teams. Deze week worden Bram en Stefan geholpen door de toppers van de Jumbo in Lienden. Ze kennen hun winkel door en door, maar kennen zij de weg goed genoeg om deze week het verschil te maken? Welkom allemaal. Dit is de derde aflevering van Bram tegen Stefan. Vandaag doen we een stoppertje in de supermarkt. Dit zijn de regels. Jullie gaan je captain verstoppen. Het andere team krijgt 1 minuut per persoon om te zoeken. Goede communicatie voorkomt dubbelwerk. Als de captain gevonden is of er is niemand over, is het spel klaar. Oké. Okay. Nice. Ja, verstoppertje. Enige ding is wel, ik ben alleen wat langer geworden. Maar voor de rest, ja, ik was de king of verstoppertje, dus dit komt gewoon helemaal goed. In principe vind ik verstoppertje heel leuk, maar ik hoop niet dat ik heel lang verstopt moet blijven liggen. Dan in zo'n opgekropte positie. Dat ik moet plassen. Ik moet vaak plassen. Wie vertrouw je meer, Stefan of mij? Ja, natuurlijk jou. Wie vind je knapper? Dat mag jij wel zeggen. Ik vind Bram snor het knapst. Kijk hier. Hoe lelijk vinden jullie Bram zijn snor? Ja, ieder zijn ding, hè? Ieder zijn ding. Wat heb ik wat Stefan niet heeft? Humor. Precies, inderdaad. En meer volgers en meer geld. En meer talent. Oké, okay, en wat gaan we doen om te winnen? Hebben jullie al een tactiek? Geen strategie is de beste strategie. Hebben we dat? Geen strategie. Ja, een beetje improviseren. Okay. Het is moeilijk om je te verstoppen in een supermarkt, want je moet echt spullen weghalen. Om ergens te verbergen. Eerste beurt aan team Stefan om Stefan zo goed mogelijk te verstoppen. En hier krijgen ze 3 minuten voor. Ja, hier is het allemaal heel makkelijk. Nee, laten we daar. Een goede verstopplek is lastig, maar Stefan lijkt wat gevonden te hebben. Hey, laatste keer. Erg slim achter het wc-papier, maar waar laat je de extra rollen? Ja, ik denk dat Stefan gewoon niet zo lang stil kan zitten. Weet je, Stefan is heel bewegelijk, die wil altijd naar zichzelf kijken. 1 minuut de tijd. 3, 2, 1, go! Yes, Esma, rennen! Esma aan de buurt voor Team Bram. Ze loopt door naar de achterkant van de winkel, maar ze komt niet in de buurt van Stefan. Esma, sprinten! Zien hem. 3, 2, 1, en stoppen. Kom maar terug. En dan Bram, hij weet nu in ieder geval waar hij niet moet zoeken. Yes. Shit. Waar is die nou, die lulhaas? Stefan, ik ruik je. Shit. Oh, en nu moet Stefan muisstil zijn, want Bram staat vlak naast hem. Ik zag Bram recht voor mijn neus staan. Maar gelukkig heeft Bram het niet door en hij zoekt nu weer op een totaal andere plek in de winkel. 4, 3, 2, 1, stop! Kom maar terug! Nee, in principe blij natuurlijk, want ik ben nog steeds niet gevonden. Maar ik zou nu eigenlijk wel willen dat ik gevonden werd, want het doet echt pijn. Ik heb pijn in mijn knieën en in mijn buik en ik moet plassen. Niks. Nee. Hij zit niet daaronder. Hij zit niet onder de schappen. Hij zit niet in het chipsvak. Waar hebben jullie hem verstopt? 3,
Dan de beurt aan Tycho. Met de kennis van Esma en Bram zoekt Tycho op de laatst overgebleven plekken. Kijk, zie je, ze worden al zenuwachtig. Tycho, meer in die hoek. Hoe kan het nou? Volgens mij zit hij niet eens in de supermarkt. Nog 20 seconden. 3, 2, 1 en kom maar terug. Hoe kan dit nou? Ik verdenk het programma ervan dat Stefan op een parkeerplaats verstopt is. Dat mag toch niet? Je mag toch niet? Nee. Nou, waarom doet hij dat dan? We hebben gelukkig nog wel onze laatste troef. Boom. Go! Yes, 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 yes. Rilana, de laatste hoop. Je bent de laatste hoop. Ja, dit gaat goed, dit gaat goed, dit gaat goed. Is er een koeling? Ik weet het niet. 20 seconden. Rilana! 3. En ook Rilana zoekt toch eruit op niks en uit. Stop maar. Kom maar terug. Hoe kan dit nou? Nou, nee, maar dit kan, nee, maar dit kan niet. Dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Ja, laat maar eens zien. Laat maar zien. Wat? Nee, er valt mij niks op. Wat? Who the fuck? Yes! Hoe kan dit nou? Nice! Punt voor mij. Sowieso. En ik mag uit. Met een hernia. 2, 1, go! Nu de beurt aan Bram om zich te verstoppen. En dat is lastig als je bijna 2 meter bent. Hierin? Hij is een soort van wandelende tak. Zijn lichaam kan hij niet buigen. Ik ben van elastiek. Dus je kan me opvouwen, je kan me overal kwijt. Ja, maar dit ga je zien, dit ga je zien. Fucker. Mag ik hier? Nog 2 minuten. De vloer. Nog 1,5 minuut. Oké, ik ga even proppen. 3, 2, 1 en stop maar. Nu de beurt aan Fleur van Team Stefan. Kom, Bram, waar ben je? En dat gaat mega snel. Oh mijn god, dat vindt hem nu al. Fleur kampt bijna de hele winkel uit. Nog 10 seconden. 3, 2, 1, stoppen. Kom maar terug. Hier, stappen daar. Deze middelste heb je ook nog niet gehad. Oké, dus hij zit niet in die hoek. Dat weet je zeker. 100%. Je hebt alles gezet. En als je hier niet zit, dan gaan we gewoon weer naar links. 3, 2, 1, go! Kom op! Bram, daar ga je! Meike van Team Stefan. Ook zij gaat vrij snel, maar komt nog niet bij Bram in de buurt. 5, 3, 1, en stoppen! Kom maar terug. Ja, ik moet zeggen, ik had verwacht dat we hem al zouden vinden nu. Maar props naar Bram, hij ligt best wel goed verstopt blijkbaar. En we gaan hem pakken. 3, nu is Stefan aan de beurt. 2, 1, go! Bram! Bram! Hij kan hier niet tussen zitten, hij kan hier echt niet tussen. Bram, Bram. Bram, Bram, Bram. Bram, Bram. Bram! Wordt dit Bram fataal? Ja, ik wilde gewoon even verzitten, want ik lag al echt minutenlang om mijn arm, weet je wel. Dus die ging ook helemaal slapen en zo. Tik ik die houtskool om. Gelukkig heeft Stefan het niet gezien. 3, 2, 1, stoppen! Kom maar terug. Shit! Oké. Okay. Volgens mij zag ik hem liggen. Volgens mij heeft hij het niet gezien. Hij lag daar niet achterin. Maar ik weet denk ik waar hij ligt. Ja? Hiervoor, hiervoor, hiervoor. Drie, twee, één, go! Pak het, pak het! Bram! Doe het! Ja, ja, ja! Ah, nee! Oh, fuck it! Ze heeft hem, ze heeft hem! Kom eruit! Hoe kan dit? Stomme lul. Ja, ik vind het helemaal kut. Blijf er nog maar even liggen. Maar het lag niet aan mijn atletisch vermogen en mijn stilheid. Ja, gezeik. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het is 2-0 voor Bram. Je hebt goed gezorgd, goed verstopt. Dus waarom denk jij dat jij de winst krijgt, Bram? Soms word je wakker en heb je gewoon van die dagen dat je denkt, het zit vandaag allemaal mee. Ja. En vandaag lijkt me zo'n dag. Top. Ben jij, Stefan, waarom denk jij dat jij zou winnen? Niet gevonden. Niet gewonnen.
Ik ben niet gevonden. Oké, perfect. Oké, de winnaar van de groep is Stefan. Ja! 2-1 voor Brandon. Ja, die staat nog steeds voor. Ja, dat wel, ja. Dus geniet er maar van. Deze wint, Stefan, en yes, een trofee. Yes, oh, alsjeblieft. Yes, oh. Dit is lekker, dit is lekker, dit is lekker. Hey, 2-1. Volgende is ook voor ons. Bram, kom op voor je. Oh. Wow, wow. Ja, ik ga dit gewoon doen. Ik ga gewoon al die eieren pakken. Ook onderdeel worden van een Jumbo topteam? Kijk dan snel op jumbowerk.nl voor al onze vacatures. Tot volgende week, waar we strijden voor de eer en de trofee.